Maar zo, moet altijd een punt pakken vandaag. Ja. Het verschil is dat zij scoren op hun kansen dat ze hebben, maar wij scoren niet. Dat is het enige verschil. Ja. Maar ik denk dat er de tweede helft maar één ploeg op veld stond. Ja. En niks weggegeven. We hebben een scheidsrechter die gedaald is. Nou, dat weet je. Dat weet je. Die mannen komen tegen in de roesting fluiten in tweede klas. Kan die mee in eerste en dan komt dan ons voeten uithangen in tweede klas. En ja, dat is nog eens bewezen vandaag. Die penalty is gewoon een rechte schande dat die fluit. Plus we krijgen 3 gele kaarten in een wedstrijd waar er bijna geen 1 tackle geweest is. Krijg je 3 gele kaarten. Ja, dus, daar zakt je broek vanaf natuurlijk. Hè. Zichzelf. Maar we gaan mee opgeven of naar huis. De jongens zijn een goede wedstrijd gespeeld. En laat ons zeggen dat de eerste helft misschien op maturiteit verliest. Toch een paar spelers op positie spelen in hun positie niet is. Maar ik denk dat die jongens die het vandaag gedaan hebben, voor mij toch een pluim verdienen. Dus altijd 100% optimistisch voor die eindronde. Nou, waarom niet? Waarom niet? We zijn niet weggespeeld. Hè? Zeker niet. We zijn gepakt op een stilstaande fase, waar we van weten dat we vandaag iets te weinig gestalte gaan hebben. En dan was die verdomme maar de tweede helft, dan is er die paal, want de tweede helft valt die bal 3-4 keer juist niet goed. Ook op stilstaande fase, waar we dan wel gevaarlijk zijn voor ons. Dus, de wedstrijd is beslist geweest op details. Okay.